En ik heb een beetje goed dit en hallo en welkom bij Warner Party 8. Ik heb het even 30 minuutjes verloren, hoera. Hij heeft gevonden waar ik in boel was, dus op ga ik daarheen en heb ik geld gewonnen. Hoera, geniaal. Geniaal die uitvinding herkansingen. Negen. Gelukkig vond ik net iets honden. Ik had gewoon de dag van herkansing. Wat een betere dag. Ben ik een betere dag? Nee. 8. Ik moet nu oppassen, want nu komt hij gewoon naast mij. Of dichtbij. Oh, nu krijg ik het te maken met de ramp. Verlies die? Alsjeblieft, hij moet verliezen. Nee, dus hij verliest niet. Ben je me soms helemaal gek te maken? Hij heeft maar 5. Maar daarvoor heeft hij wel genoeg. Om een boel te betalen. Nog steeds een gevaar, zou ik zeggen. Je moet het zo gooien. Je moet echt niet zo gooien. Ja! Lekker hoog! Oh, mijn rechterhandgebrouw gaat pijn doen. Zo hard druk ik wel op ze. Het is gewoon pijn. Ik heb gewoon echt zoveel zin om dat even te zeggen. Het gaat zoveel op. Zo boos ben ik gewoon. Drie. Kijk nu of die gaat hij daar voor een muntje stellen. Oké. Ik dacht dat ik misschien echt goed naar vriend moest kiezen. Maar het kan niet. Ja, dan moet hij juist boos om zijn. Oké, dit moet lukken. Dit moet lukken. Ik krijg gewoon flink voor hem kiezen. Oké, wat is er allemaal? Dit komt dan pas. Oeh, jij gaat het flink voor je kies krijgen. Echt, ik heb zo zin om ze uit te trekken. Dat ben ik niet eens zeker. Als ik maar weer 5 gooi, dan zijn we gewoon niks verder. We gaan niks verder. Dit is nog wel de laatste part van dit ding. Want een van ons 2 gaat nu winnen in deze part. Zeker weten. Het is onmogelijk gewonnen dat het gegeven moment dit gaat doen. Oké, dit kan ik dus heel goed. Dit gaat gewoon totaal keihard verliezen. Die heb ik heel hard opgeoefend. Ja, en nu zeg ik een beetje te vlug, maar je is niet een bepaalde tactiek bij om dit beter te kunnen. Oké, en goed opletten op mijn drifters, dat is mijn tip. Oei, ik heb een voorsprong. Oké, die pak ik voor dit geval dus. Ja, gewonnen. Goed. Nou, loading. Okay.
Oké, welke begrip? Gewoon, hij is, ik kan er helemaal niks mee beginnen. Hij heeft gewoon gewonnen voor mij. Als ik dan meer had, dan had hij verloren. Oké, dit zijn de laatste 5 beurten, dus dit spel te lang duurt. Dan gaan ze dit doen, dus. Ik denk dat het ontstaan is omdat ze anders het eindeloos kan duren. Het kan maximaal 30 beurten duren. Oké, dit is nu of nooit. Ja, ik heb gewoon gewonnen. Moet je ze boos te maken? Nee. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Hij heeft me gevonden. Ja, eigenlijk heeft Tootje gevonden. Weet je nu ook. We hebben gewonnen. Ik ga die wiestek even mijn vriendin neerleggen. Dan ga ik even in mijn handenkaart schrijven. Om even van die spanning tot rust te komen. Ik heb al die smerigen terug zoveel leven getoond, omdat ik beter ben dan jij. Oké. Er is niet eens niks schis gegaan. Ja, lekker goed voor jou. Ik ga je zo wat hebben te geven. Ah! Lekker puffelo! Ja, ik doe je al even naar beneden. Dat zal vast helpen. Dat bedoel ik sarcastisch. Ik denk net dat ik erbij. Goed, ik zit alvast klaar. Dan ga ik even een part stoppen. En dan ga ik verder in de volgende part met de nieuwe plek. Oké? Okay? De volgende plek is echt mijn favoriete. Oké. Wie is nu mijn tegenstander? Dat is Yoshi. Oké, hier begin ik dan in de volgende part mee allemaal. Dit is juist Perplex Express. Nou. Oké, dit plek. Ik zeg alvast even de spelregels. Dan moet je iemand volgens mij 50 munten betalen voor een bepaald iets. Ik heb dit een keertje voor gedaan in 5 turns. Dat was mijn uitdaging. En dat ik dan zou winnen. Nou, dat is me een keer gelukt gewoon, hè. Ja, weet je wat? Doei!